Hallo, jij kijkt naar een nieuwe podcast. Vandaag ben ik hier met Gaddy en gaan we gluren bij de buren. Gezellig. Maar we kunnen dus nu naar binnen bij mensen die hun huis tentoonstellen voor vreemdelingen zoals wij. Gaddy, zou jij wel eens bij je buurvrouw naar binnen willen gluren? Nee. We zijn dus nu bij het eerste huis waar we aan het gluren zijn. Kunt u het even uitleggen? Ja, dat is een stoommachine. Die hadden ze vroeger in het groot. Ja, dat waren werkmachines. Oké. Worden deze stoommachines nog steeds in het echt gebruikt? Niet meer. Nee. Dat zei u erg droevig. U zou wel willen dat dat terugkomt. Ja. Behalve die grootte van die stoomgemalen, die zijn er nog wel. Dit lijkt op een bom. Dit lijkt op een bel. Oh, dit is een bel. Hoor. Plop. U verzamelt het dus ook? Ja. Ja. Ja, het is een ziekte, is dat. Oké. Okay. Ja. Is het dodelijk? Nee. Want ik ben al 82, dus dat... Dat is gewoon een goede leeftijd. Ja. Met de verslaving bent u dan best oud. En hoe lang heeft u verslaving al? Nou, een jaar of 20. Dit gesprek escaleert weer. En kijk, dit is een mes. Dit wil ik wel eens hebben voor jou. Als je weer eens zo vervelend doet. Achter in je nek. Zo, nu is hij weg. Het is niet de bedoeling dat je het aanraakt, denk ik. Niemand gezien. Ah, oké. Okay. We hebben hier ook nog een tafel met allemaal shit al beweegd, hè? Nou, dat denk ik. Doe je vinger het eens. Ik weet niet wat ik met deze jongen aan moet. Ik wil met Aaron. Het is zoveel makkelijker. Gaddy is zo gecompliceerd. Ik weet het niet. Oh. Kom nou terug. Au. Ja, jij dan deze vast. Geef die maar aan Gaddy. Dan gaan wij er samen vandoor. Ren. Kom maar. Ik denk toch dat ik dit niet kan maken tegenover Gaddy, Aaron. Jeffrey, schuld. Gaddy, kom maar inderdaad maar gewoon terug. We gaan naar mijn volgende huis. Veel plezier, Gaddy. Dankjewel, broersen. Hallo, mevrouw. Hoe heet u? Mevrouw Twicht. Twicht. Mooi. Waar doet je dit aan denken? Het is dit is jouw huis waar jij dingen moet doen, hè? Ja, niet... maar waar doet jou dit aan denken? Waar ben u trots op? Op allemaal. Sorry, Gaddy. Waar bent u het meest trots op? Uit te leggen. Waar bent u het meest trots op? Ja, op alles. Want ik heb het zelf gemaakt, die dakpannetjes allemaal. Allemaal zelf? Eén voor één geplakt. Zo, hoe lang heeft u daarover gedaan? Dat weet ik niet. De ene dag wat meer dan de andere. Maar ik wil het altijd, als ik het doe, zo gauw mogelijk klaar. Want dan kan ik het leuk inrichten. Oh, dank. Heel erg bedankt, mevrouw. Kijk, hartstikke bedankt. Doei. Wat? Hou je wel hoor. Nou, kijk, neem er ook een vooruit. Dag. Heel erg bedankt. Doei, mevrouw. Doei. TVS? Lila! Hebben jullie wat te drinken voor ons? Nou, kijk. Ja, wat lust je hebben? Ja, wat hebben jullie? Nou, we hebben van alles. Zoals? Zoals bier, 7-up. Ja, dat drink ik niet. Oh, nou, wat lust je dan? Wat lust jij? 7-up. Water. Jij water? Ja. Ga ik voor je pakken. Op, stond die op film? Ja. Wat deed je? Nou, met pret als Gaddy. Gaddy. Oh yes, daar gaan we. 7-up. Yes, hartstikke bedankt meneer. Oké. Okay. Het is nu, u heeft dit ons nu gegeven, maar u moet wel iets promoten van uzelf natuurlijk. Promoten. Ik zou niet weten wat ik wil promoten, vriend. Nee? Nee. Ja. Nee, ik ben visserman. Oh, nee. U mag hem vasthouden. Dan kunnen wij... Maar de ding is begint, jongens. Oh, DVS. We komen uw glas zo terugbrengen. Hooligans! Daar zijn ze! We hebben licht nodig! Waar is onze licht, meneer? Stagiair!
Hij stak ze weer op weer. Oh. Hij stak ze weer op weer. Ik had het leuker ingeschat. Een stel boze kinderen die voorbij stampen met een trommel. Ik moet het interview afbreken. Ho, ho, even rustig tegen onze cameraman, hè? Gaan we niet doen. Nee. Naar achter. Waarom staat u hier? Even niet. Meneer, u kunt... Wilt u, was het wel even beter. Ik ben coördinatie. Een nazi? Hoi, alsjeblieft geen Hitlergroet. Nee, deze keer niet. Yes! Ik heb de neiging. Nee, groot. Ruud! Mijn neef! Keddy, doe niet zo kut. We zijn op zoek naar de Hou je Bekstraat nummer 6. Dit is het. Ja, dit is de Monsieur Bekkerstraat. Sorry, begrijp je niet. Ik ben fotograaf geworden eigenlijk. En uit hobby ontstaan ik heel veel beelden van Katwijk en onze mooie omgeving eigenlijk. Ja, de foto's zijn wel echt heel erg mooi. Dankjewel. Het lijkt me op die perfecte plaatjes voor als achtergrond als je Windows opstart. Wat is uw naam? Mijn naam is Gray. Mijn naam is Gray. Oh, dat is niet goed. Kom maar dichterbij, gezellig. Ja. Hoe heet dit? Tante Marijtje. Theehuis Tante Marijtje. En hier kan je koffie drinken, thee drinken. Je kan een ijsje eten. We zijn bijna overal geweest. Okay. Bij de poppen, dankjewel Bryson. Met hartstikke aardig. Dank voor het kijken naar deze podcast. Het was hartstikke leuk. Toch Bryson? Ik heb het hartstikke naar mijn zin gehad. Wat vond je het leukst? Ik vond stampen bij de DVS vond ik leuk. Okay. En dit dan? Dit vind ik ook leuk. Ik vind dit leuk omdat je hier lekker kan drinken. Ik ook. Nou, heel erg bedankt. Bedankt voor het kijken naar deze video. Doe even een blauw duimpje omhoog. En abonneren. Wilt u dat zeggen? Abonneren. En abonneren allemaal. En het belletje klikken. Dat doet elke YouTuber tegenwoordig. Hè? Zo, kijk, zo belletje doen. Ja, ik weet het niet. Ik haat dit.